Je wilt er bij zijn bed zijn. Dus dadelijk bij de trap mag je je slippers uit. Dan gaan we echt. Het is 7:00 's morgens. Film. Dag mama, kusje. Hij is heel gemakkelijk. Hij is een water in een stoomboom. Ik doe samen. Hey, trek hem op. Daar zijn we weer. Hey Frans. Voor 8:00 mag je mij niet filmen, David. Frans, waar? Oh, sorry. We hebben je al verwend met een ontbijtje op bed. Je hebt al een kaart gehad. Dus, ik heb ook nog een paar nieuws naar voren te zijn in Rotterdam-Zuid. De Pendrecht. Je hebt al vanaf welk jaar een seizoenkaart bij Feyenoord? 84-85. Dus vanaf je 17e. Ja, je was erbij. Jij bent nou 45. Moet je terugrekenen. En wie speelde er van, je hebt familie gehad hè, in Feyenoord 1? Twee zelfs. Drie, ja. Bertus en Janus. Bertus en Janus. Dus we hebben een echte Feyenoord. Van wat voor muziek hou jij? Bach, Beethoven. Het begint wel met een B. Bob Marley. Ja. Bob Marley, ben je weer goed? En wat doe jij altijd met zaalvoetballen met jouw voetbalkunsten? Ja, niet zoveel van. Nog een paar jaar, hè? Je bent nou spelleider, dan, daarna word je hoofdleider en ik ben ook al afgeserveerd de keuken in en het schijnt dat jij dat ook kan, dus voor in de toekomst. Jongens, in de keuken, jullie hebben concurrenten, dus een beetje je best doen. Oh, hij mag het nu openen.
Nee, jij hebt nog een paar jaar te goed. Jij bent een halve week mee geweest, Frans. Ja, en waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken? Bier. Feyenoord. Kijk, een echte. Kijk, je kent ook hoe het kan blijven worden met z'n kunnen. Ondertussen is de keukenstap denk ik ook wel klaar met het Jurgen of Jan. Ik zie al allerlei lekkere dingen staan. Een eikeltje of een eierkoekje. En daarna weer zitten. Ja, nu wel. Jij wel. En de winnaar van gisteren is Paris Saint-Germain uit met 26 punten. Kom maar naar voren, eentje. Ja, doe maar twee, hij is nog wel zwaar. De baguette van gisteren. Je wil het naar voren komen. De baguette. Eén iemand naar voren komen. Prijs in ontvangst komen nemen. Fotomomentje. Jongens, ik heb een verheugende mededeling voor vandaag. Ludo heeft voor het eerste jaar eens keer een dagklassement geworden. Ik wil graag de tegenwoordiger van Ludo's groep hier zien. JP! Welke groep is dat, JP? Dat is de Tour de France natuurlijk. Ah ja, natuurlijk. Ja, hoe kan ik vergeten?